Maar dat hoeft dus niet. Yay! En dit is nog leuk ook. Kijk. Goedemorgen, het is maandagochtend. Ik heb deze lippenstift opgedaan, maar ik vind hem heel mooi. Maar ik denk dat ik hem wel te fel vind voor door de week naar school. Maar goed, ik heb hem nu op. Ik heb eigenlijk geen tijd om hem te af te halen, om hem te switchen. Ik heb hem al aangekleed, top aan van... Ik vergeet het elke keer. Envy. Broek, French Connection, schoenen edited. Mila is er ook al, ik breng zo die meiden op school. En dan moet ik even grote inkopen doen, maar daar vertel ik zo wel even meer over. Ik ben op weg naar de winkels. Ik zou het even uitleggen. Mijn vader is morgen jarig. En we wisten niet wat we een cadeau moesten geven, mijn broertje ook niet. Maar mijn vader was soms hier en daar bij dus een koekje, zeg maar. Dus we dachten dat we een heel groot cadeau hadden. Oké, beetje buiten adem, maar ik ben thuis en ik heb echt heel veel koekjes. Echt zo verschrikkelijk veel gehaald. Het was ook echt zwaar om hier te krijgen. Maar kijk, ik heb... Koekjes. Ik probeer het nog een beetje voorzichtig te doen, want ik weet alles, maar... Heel veel koekjes, wat niet in beeld komt. Oké, het zijn dus echt heel, heel veel koekjes. Ik ben ondertussen met Orlando en we gaan dus nu krantjes. En ik dacht dat we ze allemaal moesten scheuren. Heeft hij nog zo'n shredder? Echt geniaal, want dat scheelt zo verschrikkelijk veel werk. Oh ja, die nietjes doen natuurlijk wel even uit. Anders is het wel heel vervelend. Oh, doet hij het al? Staat hij niet aan? Ja, dat lukt er niet echt vanaf deze kant. Maar ik denk, dit heeft geen nietjes. Haal ik die er vast uit. Dus we gaan al dat papier spreiden. En dat vind ik echt een geniaal idee. Want ik had al helemaal opgerekend dat ik verkrampte handen zou hebben van alle scheuren. Maar dat hoeft dus niet. Yay! En dit is nog leuk ook. Kijk. Weet ik ook niet. Ga je nou doen? Dat doe maar. Oh. Oh. Dat vind je leuk, hè? Dus, nou, heel wat te gaan. En hopen dat het genoeg is, anders kon ik waarschijnlijk wel de nieuws nog halen. Orlando die is weg. De doos is in zoverre klaar dat Sarah hem dadelijk alleen nog mag versieren. Die krijgt een stift en dan mag ze hem helemaal vol kleuren. Ik laat hem dadelijk ook zien als hij helemaal af is, want dat vind ik gewoon leuker. Ik ga nu even thee drinken, dan echt als een speer nog even wat doen in huis. Ik heb een was die bijna klaar is, die ik op moet hangen, want ik wilde allemaal was natuurlijk weg. En dan mag ik Sarah alweer uit school op gaan halen. Maar ik moet echt even wat drinken. Ik heb zo'n dorst en ik ben zo bezig geweest dat ik eigenlijk heel weinig gegeten en gedronken heb nu. Dit is mijn eerste thee vandaag. Nou, dat is echt niks voor mij natuurlijk.
Want het is 12:30 bijna. Oh, het weer is zo lekker. Ik ben een school aan het wandelen. Ik ben echt gaan lopen. Ik denk even zo gezellig samen terug wandelen. In het zonnetje. Sarah is heel erg mooi de doos aan het versieren. Zo leuk. Mijn moeder heeft allemaal oude foto's ingescand. En die heb ik nu ook op mijn computer. En het is zo leuk om terug te kijken. En ik was zo jong. Ik hoop dat het een beetje goed te zien is. Hier werd ik 4. En dit is het afscheid van de peuterspeelzaal. En kijk deze foto dan. Dit is mijn 5e verjaardag. En dit is opa. Opa kennen jullie natuurlijk uit de vlog. En dan kijk ik ook die oude computer en zo. Echt te grappig dit. Oh, of kijk deze. Hier was mijn broertje echt een paar dagen oud. Samen op bed. Echt zo schattig om dit weer te zien. Deze vind ik helemaal leuk om nu tegen te komen. Want ik heb precies mijn middelste onderste tanden zijn helemaal door. En aan de rechterkant heb ik een half doorgekomen tand en links niet. En echt Sarah, de tanden zijn precies zo op dit moment. Ik heb geëdit en Marco is naar bed. Dus ik ga even verder met Dead to Me. En ja, ik vind het best een leuke serie. Ik zit helemaal in. Dus ik ga even verder kijken. Het is echt een totaal andere serie dan dat ik had verwacht. Maar ja, ik vind hem wel heel leuk om te kijken. Dus als je niks te kijken hebt, aanrader op Netflix. En nu ga ik heel snel mijn bed in. Want ik moet morgen heel vroeg op. Gewoon nog vroeger dan voor school. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje achter te laten en je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!